Oké. Okay. Beta AC. Pakken ze hier vanaf B en vanaf C, zeg maar. Zo, nou, hier komen ze ook mijn grotere talen zo direct aan. Kugelblitz die gewoon helemaal mee oprijdt. Is niet goed bij zijn hersenpan. Zo, zijn vlug weer. Geen wat meer? Luchtafweer. Kugelblitz is luchtafweer. Ja, ja. Die manier is gek zijn dat hij helemaal mee opkomt. Koos zegt trouwens dat TS3 IP bij toeval toen hij van de week invite kreeg op BF4 van Scorpion. Oh, wacht even. Ik heb Curry, ja. Oh, niet. Wat heb jij? Artillerie. Ja, artillerie. Niet dat ik er veel aan heb, maar. Nog een hit. Ah, critical hit. Tiger 2. Maar ook maar één keer terug te schieten als ik het lul ben. De M46, die bent van die special bullets toch? Critical hit. Zo, hij is weg. Ja, bij mij komt er nou gewoon een bot op rijden. Wat is dit nou weer? Ja. Ja, ben ik ook al een keer door dood gemaakt hoor. Dat is altijd ja. Die bot komt altijd door. Bot is nou dood? Ja. Maar ik heb er zat om me heen staan hoor. Ja, er staat er ook eentje vlakbij bij jou. Maar ik sta nou te repareren, dus dat gaat ook ja, lekker. Ja, ik krijg zo direct een vliegtuig in mijn nek, hoogstwaarschijnlijk. Die schoot, ziet, ik ben ziet er geweest. 754, gek. Van een waar? Ze rijden zeg maar tussen B en A in. Ja, dan moet ik... Het is heel handig om te weten waar ze zijn. Komt ook een vliegtuig aan en die komt op mij. Weet ik toevallig. Ik heb net z'n Tiger 2 kapot geschoten met mijn F. Dan ken ik hem niet raken. Oh, hier. Alsjeblieft, dat is bijna. Tik die terug, hij is gelijk even. Zo, hier is weg. T3400. Ik moet geld verdienen nou. Bijna gerepareerd. Oh, dat zijn er twee bij elkaar joh. Dat zijn die S3S'en. Ja, ik word geraakt door die S3S. Die ik weet niet waar die is. Ik weet niet waar die zit, dit. Nou, hij is al gevlucht. Ah ja, wacht. Ik ga alleen maar hier bij dat bruggetje heen en weer, want kom ik ze dadelijk tegen. Dat is niet helemaal de bedoeling. Ah, kunnen we bewegen. En ik sta weer stil. F. 2T54 als hij rijdt naar C toe. Een IS-2 en T54. Kut, ik ken hier niet heen. Als ik hier omhoog rijd, dan ben ik het lul. Hier, critical hit, S3S. Ja, loaden, ik krijg er waarschijnlijk eentje in mijn aas. Ja, ik ben het. Ik ben die rij niks, ik ben al daar uit. Ik heb nog één tank geleden. Power of Turks. Fucking damaged. Achter hem ook nog heen. Kut, sorry. Weer een damaged. Ja, er komen er twee richting C. IS-2 en een T-54. Oh, één gaat door het midden. C is wel enigszins een sleutel, denk ik. Maar als die ze B redelijk vast hebben.
Kees 2501. Hé, hey, waarom vlieg ik? Kut die om weer, mijn kutvliegtuig. Jij, ik had eerst die naam. Nee. Ja. Ik kan me niet verrotten wie er het eerste naam had. Je zit weer voor je eigen, je zit weer te vroeg te drukken, jij. Dan vergis jij. The fuck? Hier, je moet hier bommen. Allemaal mensen nog uit voor me. Dat is 10,5 om de hoek, hè? Wat is om de hoek, zei jij? Verderop op lange afstand staat er 10,5 te snijpen. Achter die bunkers die in verlengde T-54. Oh ja, Panther 2, T-54. Jee, yeah, nee, hè. Yeah. Kan niet worden inderdaad. Die is hier wel op een hit, die M10. Critical hit. Kut vliegtuigen. Ja, het legt er nog in. Zie je dat? Een vliegtuig? Nee. En dat is nog C. Negen stuks. Nou, even kijken wat we ermee kunnen doen. Dat is een ruk op na. En er staat een A. Kutzooi. Je gaat het niet horen hier doorheen rijden. Twee AA's. Oh. Andere route zien te winnen. Kutzooi. Ik zeg net dat ze doorrijden naar A toe. Gaan we maar naar A, want Critical hit op die S2, die rijdt niet meer. Ah, rijdt nog wel. Dat snijpen, dat gaat hem toch niet worden tegen die jongens. Ah, ik ben er wel eerst. Ja, ja, heb ik dan nog even. Bloedhond. Oké, okay, beter. Nou zeg ik weer op 30. Ja, dan heb ik weer zo'n Tunic Giant ding. Goed, ik heb hem nou zonder kugelblitz. Oké, okay, laten we even kijken. Hoppata, 75% to battle. Even kijken wat er nou gaat gebeuren. Appam, mauzen, T10M, weet ik wat allemaal. Ja. Dan ligt het aan ons. Ga eerst naar A, even voor mijn puntjes. B bedoel je? Oh nee, A. A. Basecap heb ik. Snel spieken, jachttiger, IS-4M. Ja, rijden ken die ook niet. Dan ga je naar rechts toe, sukkel. Dus het maakt geen rol uit hoor, Paul. Leopard 1, Leopard 1. Ja, we moeten alle 6,7 voertuigen eruit gooien. Ja.
Nee, want als je 6 hebt, dan kom je 6,7 weer tegen. Dan zou je beter tier 3 kunnen gaan rijden, bij wijze van. Ja, dan kom je weer tier 4 tegen. Ja, maar dan niet heftige tier 4's. Snap je? Ja, dan kom je de H1... heftige tier 5 tegen en dan is het ook nog... dan is het ook nog één partij. Nee, maar op de een of andere manier ben ik minder beducht met mijn tier 3 tank tegenover tier 4 tank als met mijn tier 4 tank tegenover tier 5 tank. Het gaat meestal toch net even iets slechter af, zeg maar. Het kan aan mij liggen, maar... Tiger E. Ja, Jack Tiger. Die staat natuurlijk weer recht tegenover mij. Ik hit hem wel, schamschot. Snel wegrijden. Ja, of dat heuveltje kan komen hier. Ja, nu met je kugelbreed. Misschien. Ik ben aan de flank. Kut, Leopard. Dievenzooi. Waarom kijk ik dan ook naar rechts toe? T54. Ach, ach, ach. Achter die Leopard staat een tiger. Staat de jaktiger, Paul. Ik ga die kant wel uit. Start met mijn Engelse rij. Ik weet het niet meer. Meteen. Ik kan dan naar boven staan. Nee, hoe ging het alweer? Nog een hit. Ik heb een TV en wagen hier van worst. Bommen, ik denk dat nou wel. Bommen naast me leggen. Jij gaat er in je eentje staan, dan weet je 100% zeker deze om je oren krijgt. Ah, maar ja, ze zijn wel doodziek dat ik hier sta, zeg maar. En daarom krijg je ook die bom op je hoofd. Kijk, in de destroy. De eerste. Helemaal gek van je als je hier staat. Stuk weg. En die pand is er langzaam achteruit, hè. Draaien, want ze komen dadelijk naar me toe, denk ik. Herpositioneren. Stukje.